leuk dat je weer kijkt bij een nieuwe video. Vandaag is het even een andere video dan normaal. Geen event en geen springwedstrijd, maar juist de voorbereidingen hoe ik toetrain om hopelijk een foutloos rondje te springen. En er staat Mailstreams Inspiration op de wagen samen met Mailstreams Diesel. Want Mailstreams Inspiration is niet heel vaak in de video's. En daarom misschien is het wel leuk om een keer een video te maken hoe ik nou me voorbereid om zo goed mogelijk te gaan springen. Nou, Inspiration speelt de hoofdrol in deze video. En Diesel is er ook bij. En ik ben dus vandaag bij mijn springtrainer Leon Kuipers. En dit is hier zo. En ik ga jullie dus mijn training laten zien. Trainingen bij Leon beginnen altijd erg dressuurmatig, want dat is gewoon heel erg belangrijk dat de basis goed is. En daarna begin je op het laag, cavaletti, balkje, een klein kruisje. En dan begin je de paarden goed in balans te brengen. En daarnaast is een goede warming-up ook erg belangrijk. Vervolgens zie je dat wij in een lijntje zijn gaan trainen. Dit doen we omdat Inspiration het nog belangrijk vindt om recht te blijven na de sprong en iets te leren wachten. Dus je ziet dat hij nou echt even hoog moet omdat er balkjes tussen liggen. En daarvan krijg je straks meer sprong omhoog. En je ziet hier het effect dat Inspiration een mega sprong geeft. Maar dat komt natuurlijk ook omdat het gewoon een fantastisch springpaard is. Na Inspiration zijn we gelijk doorgegaan met Mailstreams Diesel en passen we dezelfde training toe met het lijntje. En je ziet dat hij zo echt heel erg gezweet heeft. Hij moest hard werken vandaag, dus ik ga dat nu nog lekker afschrijven. De vorige keer bij Leon deed Inspiration echt super goed springen. Dat was woensdag. Nou, donderdag heb ik zelf krachttraining gedaan en conditie. En dan vandaag doe ik Inspiration nog rijden. En ik doe niet meer springen omdat hij bij Leon gewoon super goed was. Dus dan moet je ook niet nog meer willen. En dan is het gewoon goed. En dan kan hij morgen hopelijk knallen. En vandaag, ik ben nu lekker dressuurmatig aan het rijden. Dus met een sloffie dat hij echt er lekker doorheen is. En vooral heel veel overgangen. Dus middengalop en ho. En we even een klein galopje. En ja, echt dat ja, die overgang van groot naar klein, dat hij echt op het achterbeen is. Dus dat ben ik nu aan het doen.
en zij is helemaal klaar voor morgen. En met Galante ga ik thuis het lijntje oefenen. En dat komt omdat hij het weekend hiervoor nog een eventingwedstrijd had. Dat was helaas de laatste van het seizoen. Maar het moet niet te veel worden voor de paarden. Dus daarom hoeft de Galante niet mee naar de les van Leon. Maar maken we 2 dagen later nog wel even een paar sprongetjes. Alle paardjes waren weer fijn en dat is heel lekker als je dan zeg met een goed gevoel kunt hebben gedaan. Galante deed ook weer super springen, dus dat is ook heel erg fijn. Gaan we Galante nu in de wei zetten. Tadaa. Pas op jongen. Hoi. Laten zien waren de voorbereidingen voor Indoor Oostijnd. En ik denk dat de meeste van jullie wel weten, als je de vorige video hebt gezien, dat het toen fantastisch goed is verlopen. Dus de voorbereidingen die ik jullie nu heb laten zien is zeker een aanrader, want bij mij werken ze. Want zowel Inspiration als Galante sprong fouten zijn dieselook super door mijn eigen fouten balk op de laatste. Dus de paarden waren in topvorm. Om jullie te laten zien hoe ik hier naartoe heb getraind. Heb je de video van Indoor Oostijnd nog niet gezien? Klik dan hier. Ik hoop dat je iets had aan deze tips. En hopelijk gaat het bij jou ook lukken om zo lekker fijn te gaan springen. En durf je springen niet, dan wens ik je heel veel succes bij de dressuur. Wat ook een leuk onderdeel is, zeker weten. Ja, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te abonneren en laat even in de comments weten of je dit nou een informatieve video wil. En of je er vaker van zulke wil zien. Dan neem ik dat weer mee en hopelijk kan ik dan nog meer van zulke video's maken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Een dikke kus van mij. Doei doei!